Het ontwikkelingsproject voor Surinaamse agrariërs gaat in de derde week van januari van start. Hierbij zullen minstens 1000 tuinbouwers, nadat ze getraind en begeleid zijn, in de gelegenheid gesteld worden hun producten naar Europa te exporteren. De landbouwers zullen met middelen uit het 11e European Development Fund de nodige vaardigheden bijgebracht worden. Het project is een samenwerking tussen Suriname, de Europese Unie EU en de Food and Agriculture Organization FAO. Suresh Algo, minister van LVV, zegt dat deze samenwerking een grote boost zal zijn voor de Surinaamse agrariërs. Anders dan geruchten willen, benadrukt de bewindsman dat het budget van $15 miljoen dat voor dit project gereserveerd is, niet terugbetaald hoeft te worden. Gaat het om een bedrag van $15 miljoen, dat is grant. Dus geen lening. Hè? En dat geld, ik wil duidelijk maken, dat geld komt niet bij LVV of bij financiën. Er is een overeenkomst tussen Suriname met FAO en EU. Samen met de deskundigen van EU en FAO gaat dat geld gemanaged worden. We hebben aangegeven voor de tuinbouwsector dat te promoten zodat men kan exporteren, exportaccess. En ook voor niet-traditionele gewassen. Dan verwijs ik bijvoorbeeld naar in het binnenland olie, bepaalde oliesoorten wat men produceert, bijvoorbeeld açaï, dat men daarop kan verder focussen. Het heeft te maken ook met de ketenontwikkeling, dus waar men bepaalde dingen kan processen. En het moet zeker een duizendtal landbouwers daaruit bevoordeeld worden met dit project. Van de zware kritiek die voornamelijk door de oppositie wordt geleverd op dit project, ligt Algo niet wakker. De oppositie vraagt zich af wat het beleid is en dat Suriname nog niet zo ver is. De minister meent dat de critici het initiatief bewust willen afkraken. Op het moment dat mensen dit soort vragen stellen en dan vindt men dat zij deskundigen in huis hebben, dan weet je dat iets niet klopt. De 1000 mensen gaan getraind worden, begeleid worden uit de EU-middelen, zodat zij gereed zijn voor de export en ze kunnen concurreren en dat er ook value added komt in de keten. Dat is in het kort. En dat is een proces. Je gaat die mensen trainen, begeleiden hoe, wat, wanneer, met de aanplantplanning. Als het werkelijk zo goed was geweest door hen, hadden ze die mensen toch toen der tijd al opgeleid, toen ze 10 jaar lang of meer dan 10 jaar in de regering zaten. Het is de huidige regering, dankzij de president Bouterse, dat nu al deze dingen worden uitgewerkt, dat die mensen getraind zullen worden. Dat EU-middelen, die EDF-middelen, dat door de regering is besloten van het gaat totaal voor de agrarische sector en niet voor een ander ministerie, voor een andere sector. LVV-minister Suresh Algo over het ontwikkelingsproject voor agrariërs. Dit project start in de derde week van januari.